Darling, just started crying. Follow my lead. Falling in love. Bij Inderhal hebben we vanavond onze jaarlijkse stoplichtcup. Dat is een landelijke wedstrijd die we één keer per jaar organiseren voor ballroom en Latin. En je ziet vanavond hier allerlei paren dansen van de laagste debutantenklasse tot een aantal hoofdklassenparen van de hoogste klasse van Nederland. Vanuit het hele land. Ze komen uit alle hoeken en gaten. En die dansen regelmatig wedstrijden en dus vanavond hier. En als één bijzonderheid hebben we dan ook nog ons Nederlands kampioenschap Wedding Dance. Wij hebben net als veel andere dansscholen heel veel bruidsparen die wij een openingsdans of weddingdance aanleren gedurende het seizoen. En eens in een paar jaar organiseren we daarvoor een wedstrijd, zodat ze nog eens een keer de jurk aan kunnen doen, de choreo nog eens kunnen dansen en dan als een wedstrijdje. De winnaar is inmiddels bekend en dat is een paar van ons, die is bij ons op les geweest. Ze zijn nog niet zo lang geleden getrouwd en het bijzondere is dat ze behalve een weddingdance, dat de bruid ook nog eens een keer een stuk zelf heeft gezongen. En dat maakt het wel heel bijzonder. En hoe vaak gebeurt dat nou, die wedding dance contest? Is ongeveer eens in de 2 à 3 jaar. Wie weet gaan we het vaker doen als we meer aanmeldingen kunnen krijgen. Want het is gewoon een heel leuk evenement. En het is uniek in Nederland, hè? Bij ons weten is het nergens anders. Nou, hoe voelt dat nou? Kampioen van Nederland. Heel bijzonder. Niet verwacht. Niet verwacht. Nee. Nee. Wij dachten, we doen gewoon mee en we kijken wel. Ja. Ja. Jullie hebben helemaal niet geoefend? Af en toe een keertje. Ja. Daardoor in ieder geval de goede pasjes even weer wisten. Ja, natuurlijk de hamvraag, hè. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? Sinds oktober 2022. Ja. Ja. En het gaat nog steeds goed? Ja. Nou, je moest toch even aarzelen, hè, Edith? Nee hoor, het is allemaal goed. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Oud-Marsum. Ah, echte Twente dus, hè? Ja, zeker. Ja. Wordt er nog vaak gedanst bij jullie? Nee, bijna niet meer. Nee. Helaas. Helaas, hè? Ja. Hebben jullie hier nou ook, zeg maar, een speciaal les in gehad? Ja, dit is de dansschool waar we ook les hebben gehad. En ook van Gerrit en Roelie. Dus... Dat is dan goed gelukt, hè? Ja, absoluut. Ja. Zegt die beker, dat is een wisselprijs? Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, oké, okay, is wel goed zo, hoor. Dank jullie wel. En veel geluk nog, hè? Ja, dank jullie wel. Dank u wel.